Dit is het verkeersjournaal voor de regio Haaglanden van dinsdag 13 maart. Het Mauritshuis aan het plein in Den Haag wordt de komende tijd verbouwd. De verbouwing heeft gevolgen voor het verkeer rondom het plein. Vanaf donderdag wordt de korte Vijverberg afgesloten voor het verkeer. En verkeer dat het plein wil verlaten wordt vanuit de Pleingarage omgeleid naar de Lange Houtstraat en de Cazuaristraat. De Lange Houtstraat wordt tussen het plein en de Cazuaristraat tijdelijk tweerichtingsverkeer. Ook staan er verkeersregelaars om het verkeer in goede banen te leiden. In Wateringen wordt gewerkt op de Julianastraat. De weg wordt morgen tussen het Hofzicht en de Willemina straat afgesloten voor het verkeer. En dit in verband met de bouw van de 18 appartementen. Verkeer kan in beide richtingen omrijden via dit deel van de Juliana straat, de Willemina straat, de Emma Straat, een ander deel van de Julianastraat en dan het Hofzicht. De afsluiting begint morgenochtend vroeg om 4 uur en duurt dan tot morgenmiddag 1 uur. In Pijnakker wordt al enige tijd gewerkt op de Oostlaan. Sinds maandag is de Oostlaan tussen de Europalaan en de Emma Straat afgesloten voor het verkeer. Er worden dan rioleringswerkzaamheden uitgevoerd. Verkeer wordt door middel van borden omgeleid. De afsluiting zal duren tot eind maart. En dit was het verkeersjournaal voor vandaag. Alle informatie staat ook op teletext pagina 165 en op onze website. Heel graag tot morgen. Dag!